troubadours, de troubadours zijn weer op pad. De troubadours, ze kwamen uit de middeleeuwen. Ze liepen langs de rand der eeuwen, altijd dezelfde koers. De troubadours, de troubadours, de troubadours, de troubadours. Lieve mensen, goeiedag. We zijn weer bezig voor de Kunst- en Cultuurroute 2022. En vandaag zit ik met een duo die ik heel lang ken en heel veel leuke projecten samen heb gedaan. En we hebben echt heel veel plezier gehad. Alleen door corona en andere dingetjes, dan mocht het niet baten. En we hebben heel lang niet meer opgetreden met poëzie en muziek. Maar de troubadours komen terug. Hier in de Hoflied, toch? 26 november. Zo is het. 26 november. Om 3 uur. In de Zevensprong. Het gaat goed, hè? Ja, inderdaad. De troubadours staan van 3 tot 6 in de Zevensprong. Maar we willen natuurlijk aan de mensen... Ik kan me niet voorstellen dat mensen niet weten wie de troubadours zijn. Maar voor het geval dat... Wie zijn de troubadours? Zanger Marcus Mulder. Gitarist en zanger Frans Lodewijk. Samen de troubadours. Ja. En hoe lang bestaan de troubadours al? Kan je een beetje vertellen, korte verhaal over hoe is dat idee ontstaan? Je liep langs in Hoflied gewoon bij de binnenbaan of ergens daar aan het water. En je denkt... Nou, dat lijkt mij betrouwbaar gezicht. Heb hij wel een mooi verhaal over? Die verhaal willen we natuurlijk horen. Voor mij was dat zo'n 15 jaar geleden, dacht ik. Ondertussen al. Een Geervlietkerk volgens mij was het. En Frans trad er ook op, samen met dichtstgepolde poëzie, volgens mij. En ik trad erop met Riet Moerman, met Schubertliederen en Italiaanse liederen. En... Samen opgetreden daar dus. En toen vroeg Frans aan mij, van goh, is er misschien iets om samen iets te gaan beginnen? Wat helemaal precies was niet helemaal duidelijk, maar volgens mij was het juist het idee klassiek te doen. Geloof ik, ja. Schubert, omdat Schubert ook een gitaarmuziek heeft geschreven en liederen, om daar dan die combinatie te maken met gitaar. Dat was mijn idee eigenlijk. Ja, en ik had iets anders in mijn hoofd zitten. Denk van, oh, misschien een beetje lichte muziek. Want Frans brengt hele mooie Nederlandstalige liedjes. Deels door hemzelf gecomponeerd, gemaakt. En denk, nou, weet, is het wat? Ook voor mij, omdat ik ook aan de lichte muziek aan het zoeken was. En zodoende, dat was ergens in oktober, november was het, geloof ik. En dat heb ik een beetje laten zakken. En toen wist ik opeens dat, ik las ergens of... Of gehoord, dat weet ik niet helemaal precies meer. Dat Olas Duin was het. Op 14 februari, Valentijnsdag, trad hij daar op samen met een andere gitarist. En toen heb ik mijn jawoord gegeven. Op Valentijnsdag. En zo is het eigenlijk een beetje gelopen. Zo, toen zijn we bij elkaar. Of, ik ben bij jou geweest. En Frans liet het een en ander horen, voor liedjes wat dan ook. En toen denk ik van, weet, ik kan er wat op maken. Ik denk, doe ik een tweede stem erop. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan, een cd meegekregen, daar weer thuis gestudeerd. En zo een half jaar later, zo'n beetje een jaar later ongeveer, dan hebben we ons de troubadours genoemd. En dat zijn we nog steeds. Met veel plezier. Klopt dat, Frans? Ja, dat klopt helemaal. En ja, hoe romantisch kan het zijn, hè? Dat jawoord. Op 14 februari. Op 14 februari. En hij vertelt het altijd met heel veel plezier. En wat zegt Jusina? Nee, die 14 februari is van mij. Of zegt hij, nee, dat mag wel. Nee, dat mag wel. Dat is geen probleem. Zoals jullie horen, het klikt gewoon heel goed. En 15 jaar in muziek duo. Met plezier. Voor Marcus wel, maar voor Frans? Zeker. Ja, weet je, het is altijd leuk om weer met nieuwe dingen bezig te zijn.
om nieuwe uitdagingen aan te gaan, hè, nieuwe akkoordjes te zoeken en nieuwe teksten. We zoeken altijd wel teksten, liedjes met een beetje inhoud. Dus het zijn eigenlijk luisterliedjes. Het zijn geen meedijn, meezingliedjes, maar het is echt, dat mag ook wel eens meegezongen worden hoor. Maar het is toch altijd een beetje een liedje met een inhoud en daar gaan we voor. Het moet je raken. Het moet je raken. En dat zien we ook regelmatig gebeuren. Dat doen we niet expres, maar dat gebeurt gewoon. Ja. Ik weet het natuurlijk, omdat ik met de Troubadours poosje opgetreden heb. En ze zijn heel geliefd, ook bijvoorbeeld in Silaam. En ik hoop dat het op een gegeven moment we weer... Met corona kon het helemaal niet, maar... we hopen dat het in de toekomst nog mogelijk zal zijn. En mensen vragen mij regelmatig, komen ze nog ooit? Nou, dat vraag ik wel. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat is toch leuk. Ja, tuurlijk. Maar eerst natuurlijk de kunstroute. En ik weet niet, hebben jullie meegedaan ooit aan kunstroute in de jaren daarvoor? Kennen jullie dat? Nee, ik moet eigenlijk bekennen dat ik dat niet weet. We hebben aan andere kunstroutes meegedaan. Dat wel, dus we hebben wel een beetje een soort ervaring, maar dit is voor mij de eerste keer eigenlijk dat ik er mee ga doen. En ik ben benieuwd en ik heb begrepen dat er heel veel animo over is en dat er steeds mensen aanmelden, wat geweldig is. En blijf vooral ze doorgaan, want ze heeft hartstikke rustig. Dus, Wij gingen vroeger altijd, dus niet zelf exposeren of spelen, maar de route langs. Ja. En hier in Hoofdlied ook. Zeker. Ja, toch? Ja, dat heb ik trouwens ook gedaan. En ik vond het zo leuk. En sommige kunstenaars heb ik toen opgepikt en bleven ze hangen. En nu heb ik ze sommige weer zeg maar gesproken. En ze doen mee. En dat is superleuk. Jammer dat het een aantal jaar niet heeft bestaan. Maar dan is het plekje ontstaan dat ik het weer mijn tanden in kan zetten, toch? En... lieve mensen, ik denk wat is interessant nog voor de kijkers. Jullie hebben een aantal liedjes om hier vandaag nog voor de camera te doen. Om te laten zien wat kunnen mensen verwachten van jullie. En ik weet niet, gaan jullie iets leuks doen? Gaan jullie noemen wat jullie gaan spelen? Voor nu gaan we even nadenken. En voor de 26e gaan we stellen we ons voor om blokjes te maken van ongeveer zo'n 15 minuten. 15, 12 minuten ongeveer. En dan eens per half uur. Nou, dus het is een prachtige concertzaal of theaterzaal. Hier in Zevensprong. En dan moet je gewoon in de zaal plekje nemen. En dan rust je een beetje, een kwartiertje uit. En geniet je van hun muziek. En het is prachtig. En prachtige stemmen. En een leuke sfeer. En dan ga je weer kunst bekijken. En dan kom je weer terug. En dan hopen we dat tussen 3 en 6 uur heel veel mensen komen kijken naar de Troubadours. Niet alleen komen kijken, maar ook komen luisteren. Luisteren, ja. Ook luisteren. Luisteren en kijken. Kijken naar de kunst en luisteren naar de Troubadours. Heel goed. Ach, als ik soms de zee zie en het strand, der duinen blonde koppen in de wind, als ik mijn leven weer eens doelloos vind en niets meer wil dan dwalen door het land. Ach, als ik soms een vogel hoor en het ruisende water kan, van een rivier zich slingerend als een zilver licht. Als ik weer zo zou willen zijn als het kind, dat spelend waterdruppels opjaagt met zijn hand, dan is het alsof ik jou zie lopen door het landschap bloemen in je haar. Jij de mislaat vergeten laat hopen, ach, waren wij maar eenmaal bij elkaar. Het moment zou ik met alles willen kopen, met bloemen, tranen, vogels, zeg het maar.
dan is het alsof ik jou zie lopen door het landschap bloemen in je haar. Jij me slechts vergeet laat hopen, ach waren wij maar eenmaal bij elkaar. Het moment zou ik met alles willen kopen, met bloemen, tranen, vogels, zeg het maar. Tot 26e. Tot dan, hè. Tot 26e.